Ik ben hier met Boris in de mannenstal, want het is inmiddels een mannenstal geworden. Ik ga zo op Boris rijden. Blondie die staat nu op de wei nu. Blondie heeft links voor is haar been een beetje opgezwollen. Ik ga vandaag niet met haar rijden. Ik ga denk ik even met haar stappen. Maar met Boris ga ik wel rijden. Boris heeft geen dik been. Nee. Dikke benenparade, een major, daar, daar, daar. Had ook last van een dikke been en nu Blondie, dus ook Blondie krijgt van mij de cooling gel. En dan hoop ik dat het ook vochtafdrijvend is en dat het dan morgen een heel stuk beter is. Want morgen willen ze eigenlijk naar het strand, maar als ze zo'n been heeft dan gaat ze niet naar het strand, dan gaat ze Boris naar het strand. Nou, bewegen is altijd meestal goed, behalve bij hoekenvangrijd, want dat heeft ze zeker niet. Dus Tess gaat lekker met stappen. Maar waar Tessa en Blondie naartoe gaan, dat weten we niet. We weten alleen dat het nu de volgende dag is. Zo, het is very vroeg in de ochtend. Ja, mijn stem die kan af en toe nog even overslaan in de ochtend. Want het is 6:30 ochtends. Wij gaan naar het strand toe en we hebben de boer on tour bij ons. We gaan zo vroeg, omdat het natuurlijk coronatijd is. En je 1,5 meter afstand moet houden. En zo min mogelijk naar buiten gaan. Maar we willen graag met de paardjes even naar het strand. Dan hadden we bedacht dat zondagochtend om 7:00 er niemand op het strand is. Dus dan rijden hopelijk. Dus dan rijden we en niemand in de weg. En houden we afstand. Daan gaat ook mee. Die gaat op Verona. En ik ga even op de fiets om ze naar het strand te begeleiden. En wat fotootjes te maken. Nou, Daan die gaat op Verona en ik ga op Blondie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou ja, dat zien jullie nu. Nee, dat zien jullie zo. Ja, zo. Hallo, wij zijn aangekomen op de Arkhoeve met de boer. Alles is hier nog dicht. Het licht aan. En wie staat dan hier? Zal ik dan nog even de camera halen? Oh, je hebt zelf een camera. Of wat moet ik filmen? Rebecca heeft een stalen ros, een Verona ros en een Blondie ros. We hebben wel denk ik de hele wijk wakker gemaakt. Ja, Blondie was een soort wekker. En het is 7:30. Tessa en Daan gaan samen op pad. Nou, het voordeel is, ze is hier al een paar keer geweest. Altijd van Hoek van Holland gaan we helemaal naar Monster en dan gaan we weer terug.
gaan. Slag met de dagelijkse dingetjes. We hebben inmiddels de trailer gewassen. Als je dat wil zien, dan moet je even bij de livestream kijken die Tessa gedaan heeft. Ja. Inmiddels staat hij weer helemaal keurig schoon. Even wat dichterbij, want anders hebben we heel veel zon. Hij staat weer keurig schoon op zijn plekje. En we gaan nu naar de Arkhoeve om Blondie op de wei te zetten. Toen hebben we Blondie op de wei gezet, dus boe, we zijn nu zo weer thuis. Hi, het is 8:30 s'avonds en ik heb vanmiddag besloten dat mijn haar, van de puntjes, zijn een beetje dood. Dus heeft mijn moeder mij de opdracht gegeven om deze kapperschaar uit pand te halen. En nu gaat ze me knippen. En daarom ga ik ook haar knippen. Ja. Waarom dat nu ineens moet, dat weet ik niet. Maar ik kan best een stuk recht afknippen. Dus ja, maar gaan we doen. Oké, ik ga je wel even iets vertellen. Oh jee. Dit maar. Hoeveel? Dit. Oké. Okay. Oh, dat is echt heel veel. Dus dit is oh, dat is heel veel! 5 centimeter of zo. Nee, dat is echt heel veel. Nou, kom zitten. Het zou ik wel goed lukken. Dit is het geworden. Kijken wat het zullen jullie zien. Ik heb alleen de puntjes eraf geknipt en ik hoop dat het redelijk recht is zo. En dit is eraf. Dus dat is maar iets minder dan. Oh, kan je niet zien? Of zo. Dus dat is iets minder dan dat ze zei. Oké. Nou, dat was het al. Kappers zullen dat heel anders doen, maar er zijn in ieder geval puntjes af. Oh, ze had ook nog bedacht dat ze dan ook mijn haar ging knippen. Ik vind best. Het is niet hier allemaal haar. Oh jee, mijn eigen haar. Zo. Het zit in mijn sokken. Ja, kijk, en hier is mijn haar. Nou, dan is nu tijd om haar op te ruimen. Dat ging Tess doen. Het is vandaag maandag. Ik ben Blondie aan het slapen omdat ze natuurlijk links een wat dikker beentje heeft. Ik heb hem al gekoeld. En zo gaat ze nog even op de wei. En dan ga ik een koelgel van EcoStyle op doen. En ik hoop dat daardoor wordt het wat beter. En ik ga weer verder. Paardjes hebben op de wei gestaan. Ze zijn nat geregend. Maar dat geeft niets, maar water.
Tess is Blondie is terug naar stal. Die hebben we even ingesmeerd. Die heeft dan buiten stappen vandaag vrij. Gisteren natuurlijk op het strand geweest, maar ook die... Nou ja, het gaat wel beter met haar been. Maar het is gewoon nog niet over. Dus we gaan even stappen tot het over is. En dan is ze Boris aan het longeren. Dus we gaan heel even kijken. Zo, we zijn onderweg naar huis. Ik heb met Blondie gewandeld. Boris gelongeerd. Mama die heeft samen met Daan alles opgeruimd. Ja, de stal opgeruimd. Stal opgeruimd. Naast een auto gezeten en er niet meer uitgekomen. Het is in mijn corona kantoor. Dus heb ik Blondie en Boris gepoetst. Alle hapjes gedaan. We gaan eten. Ja, wat eten eigenlijk? Is je kip met de groente. Dinsdag vandaag. En vandaag heb ik Blondie dienst. Tess is even met Boris andere dingen aan het doen. En Daan aan het helpen. Dus nu ga ik met Blondie stappen. Die gaat wel goed hoor. Het is ook zeker niet kreupel. Maar vandaag gaan we nog even stappen. 20 minuutjes. Dus ga ik zo even op mijn telefoon aanzetten. Want soms is 20 minuten. Ik heb vandaag ook... En 20 minuten gekoeld. En als je dat niet op een timer zet, dan denk je al heel snel... Ah, volgens mij is het wel voorbij. Nee, dat is dus niet zo. Dat duurt best lang. Dus nu even 20 minuten stappen. We zijn weer klaar op de Arkenhoeve. Moeders, jij hebt stapdienst gehad. Ja, ik ben vandaag even met jouw pony aan de slag gegaan. Zodat jij even met Boris en Daan aan de slag komt. Ja. Dus ik heb braaf gekoeld en gestapt. En daarna ingesmeerd. Ja, goed bezig. En ze is op de wei geweest. Dus, en ik heb de hoeven schoongemaakt en gelakt. Dus volgens mij hebben we het best wel gedaan. Ja, want we hadden het nieuwe lak. Ja, die moest jij kopen, zei jij. Ja. Ja, een meisje op Middelhof die heeft een pony en die heeft zulke mooie hoeven. En volgens mij gebruikt ze dat spul ook. Dus dacht ik, nou weet je wat, ik ga het ook proberen. En Blondie heeft op dit moment best wel hele mooie hoeven. Blondie heeft altijd mooie hoeven. Blondie is ook gewoon helemaal mooi. Dat is waar. Wij gaan naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Het is de volgende dag. Het is op dit moment 7:05. Yay! We zijn op weg naar de Arkenhoeve. Mijn stem is nog een beetje een ochtendstem. Sorry daarvoor. En bij de Arkenhoeve gaan we een video maken. Ja, hè? Ja, dat is wel voor een nieuw project, dus heel gaaf. We horen jullie later nog heel veel meer over. Ja. Maar dat betekent wel dat je voor schooltijd nog even dingen moet doen, Tess. Ja, en daarna ga ik gewoon weer naar school. We gaan nu naar school, dus je gaat daarna naar de zaken voor school. Maar het zou zo kunnen zijn dat je dit ook moet doen als je weer naar school gaat. Nou ja, moet doen, dat je dit mag doen als je ook weer naar school gaat. Ja, vroeg spulletjes pakken en dan zelfs Kas staat nog te gapen. Die denkt van, goedemorgen. Die denkt van, jongens, even serieus. Weet je hoe vroeg het is? Hallo, schat. Was je daar? Wij hebben net een video opgenomen met de Arkenhoeve. Dat is ons geheime project. Ik laat jullie alvast ontzien. Meer zeggen we niet. En nu moet je opschieten, want je moet aan de slag voor school. Yay! Ik bonk op en neer, want ik zit op een bal. Dat is goed voor je rug of zoiets. Maar we zijn nu bij Blondie. En Blondie gaat er zo op de weien. Morgen hebben we al gereden. Dat ging eigenlijk best wel goed. Haar been is nog wel een beetje dik, maar het valt nog wel mee. Ik denk deze week nog even lekker rustig aandoen. En dan de week daarna zie ik het wel. En volgende week krijgt hij musical te horen. Tess is achter mij in de bak aan het losrijden. Die heeft zo'n les van Daan.
Ik weet niet of het binnen of buiten is, maar Daan blijft altijd op meer dan gepaste afstand. Maar als je hem zeg maar echt aan je been hebt en die steun niet geeft, heeft hij niets om aan te hangen. Dan moet je dus leren dat vertrouwen dat hij het of wel of niet doet. En dat je het dus zelf ook leert om die verbinding daar zelf fijner en losser te maken. En dan loopt hij maar net als met Blondie even een stukje met zijn hoofd omhoog. Maar het is belangrijker dat hij zijn lijf gebruikt. Want wat hij nu een beetje doet is dan een beetje zo voorover lopen. Een beetje zo aan je hand trekken. En dan gebruikt hij eigenlijk helemaal zijn lijf niet. En ik vind het veel belangrijker dat hij iets met zijn lijf doet als dat hij iets met zijn hoofd doet. Al een beetje zijn neusje wat naar links hebt en zijn lichaam er naartoe duwt. En dan kan je nog beter ietsje naar het midden toe rijden en dan richting die kant toe wijken, als dat je er recht op afrijdt. Makkelijk blijven zitten. Makkelijk blijven zitten. Zo, ja. Daar, rechterhand laag. Rechterhand laag. Zo, ja. Dus je moet zelf ietsje langer volhouden. Je geeft te snel dat je denkt, nou, dat gaat wel goed komen. Zo, en weer. Been lang. Been meer naar voren toe houden. Niet achter de singel, maar bij de singel been geven. Zo, ja. En jij bent aan jezelf aan het denken. Ellebogen langs je zij, duim bovenop. En gewoon minder hard in die teugel knijpen. Let heel goed op, Tess, dat als je stuurt, als je wending instuurt, dat je dat steeds meer leert en oefent om dat met je buitenteugel te doen. Dus je mag wel met je binnenteugel een beetje assisteren, maar je wil echt er naartoe werken dat als jij je buitenteugel tegen de hals aanlegt, dat hij dan de bocht omgaat. En dat je bijna de bocht om kan zonder je binnenteugel te gebruiken. Let heel goed op dat je rechtsom die volte vindt hij in galop gewoon een beetje moeilijk. Dat je er dan dus niet heel veel blijft rijden totdat hij eruit valt omdat hij het moeilijk vindt. Dat je dan zegt, nou, twee rondjes is heel goed gegaan. Gaan we even wat anders doen. En dan ga je het weer opnieuw proberen. En het is bij hem heel belangrijk dat je goed oplet dat hij niet te veel, dat je hem steun geeft. Hè? Dat je echt tegen hem zegt, jij kan zelf je hoofdje dragen en je lijf aan het werk. Ja? Goed zo, goed gereden. Ik heb mijn Blondie op de wei gezet en ik hou voor de zekerheid Code Sam er even bij, want je weet maar nooit. Oh. Ik ben onderweg naar de bak en dan ga ik met Boris freestylen. Zo. Ik ben bij Boris, want ik heb met Boris gefreestyled, zoals jullie zagen. En ik heb het deze keer een beetje anders gedaan dan normaal. Ik heb Boris een pep talk gegeven. Ik zei, Boris, als je naar me luistert, ben ik super trots op je en blij met je. En het werkte. Dus hij heeft super goed geluisterd en het super goed gedaan. En ik ben helemaal trots op hem. Ja, hè? Ik ga nu eten. Boris, jij hebt je eten al gehad, hè, knul. Ja. Boris, hij is van mijn knuffels. Nog een grappig weetje over Boris. Ik was hem aan het afspuiten. Hij gaat zo met zijn mond openstaan naar mij toe. Van, mag ik water in mijn mond? Wat hij dan doet, dan gaat hij met heel zijn hoofd eronder. Dus het halster is nog steeds nat. Ik zie jullie morgen weer. Waarom laat je me nou helemaal alleen? Ik ben onderweg naar Blondie, maar ik zie hier, we zijn de stapmolen aan het overdekken. Ik ben hier samen met Blondie. Jij en Blondie. Het is tijd voor een buitenrit! Ik heb samen met Blondie een buitenrit gemaakt en nu is het tijd om met Boris te gaan rijden in de les. Daar heb ik erg veel zin in. Je gaat dus constant in die stap voelen, dat als jij één keer been geeft, dat je dan gewoon direct goed wegdraaft. Zo, het is onze dagelijkse detteltijd. Oh, een lampje gaat dan. Oh, ja. Wat ben je aan het doen, moeders? Nou, als wij ergens geweest zijn, dan komen er verschillende doekjes. Eén, dit zijn brillendoekjes.
Want gewoon die desinfecterende doekjes zijn er niet meer. En we hebben hier dutteldoekjes. En daarmee maken we onze telefoon schoon. Oortjes. Onze handen. Hier maken we de handen en de auto mee schoon. En met deze doekjes de telefoons en oortjes, dat soort dingen. Zodat een iPad, want ik werk vaak nog in de auto op mijn iPad. Zodat we geen contaminatie hebben, heet dat geloof ik of zo. Dat je niet geest. In ieder geval dat we niet de boel besmetten. Ja. Ik heb net op Boris gereden. Het ging echt super goed. Ja, film ging wat minder. Sorry daarvoor. Ja. Maar een klein stukje. Maar we hadden erg veel tegenlicht. En het werd steeds donkerder en werd steeds erger. Dus het ging niet zo goed. Ja, maar ik heb echt super lekker gereden. Hij werkte echt super mee. Ik ben super blij met hem. Het is wel heel veel super. Ja, maar hij is ook gewoon super. Ja. Gewoon een super pony. Ja. Bij deze sluit ik ook de weekvlog af. Oh ja, dat is alweer vrijdag. Ja. Morgen is het weer zaterdag. Volgende week gaan we Pasen vieren. Ja, dan gaan we ook wel iets heel tofs doen. Maar dat is wordt een livestream met allemaal YouTubers. Maar die hebben jullie wel gezien tegen de tijd dat deze video... Nee, dat is de volgende dag dan. 'S avonds om 8 uur komt er een livestream met een aantal paar YouTubers. Dat is cool. Nee, dus die week daarna. Nee, neem het er maar uit. Dat klopt niet. Maar dat hebben ze toch al gezien? Dan of niet? Wat? Hebben ze het dan al gezien of niet? Ik weet niet. We houden het gewoon ook op. Super fijn en super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Deze week is weer veel gebeurd. Nou, eigenlijk not really. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Ja, er komt een video van. Om, jongens, tips. Ga alles opruimen en schoonmaken. Want dat is ook handig voor de coronatijd. Dat nergens corona kan zitten. Yo, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je toch bezig bent, klik op de abonneerknop. En als je toch bezig bent, ja, toch. Klik dan op het belletje. Mijn belletje in Zwitserland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!